Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. En nou gaat Elias weer binnendoor. 15-8 de tussentijd. Holtschuh heeft vannacht een nachtmerrie met Elias in de hoofdrol. En zo gaan ze de laatste bocht in. Elias leidt. Casanova d'Amour. Binnendoor gaat naar voren Demolition Girl. Buitenkant komt nu Bunker Duhamel. Find Me heeft het moeilijk. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En het is nog altijd Elias die leidt. Elias, als Demolition Girl eruit kan, dan heeft hij een kans. En Holtschuh zal helemaal niet te beroerd zijn om daar een gaatje te maken voor Demolition Girl. Want die is geen vriend meer van Jaap van Rijn. Helemaal aan de buitenkant komt nu Bunker Duhamel. En die gaat hard. Bunker Duhamel in het midden van de baan neemt over. Daar komt Caroline Albers aan de buitenzijde. Gigant van een outsider. Canon de la Douce komt er nog aangevlogen. 16-9 de tussentijd. Maar het is Tommy. Go Tommy! Go, go, go! Bunker Duhamel, Canon de la Douce en fantastisch gelopen Casanova d'Amour. Die verdient een standbeeld. 15-7. En dan komen ze aan de voorlopige winnaars van de derde koers. En dat zijn geworden Bunker Duhamel en Tom Kooijman. Ja, Jan. 8 jaar deze vosruim van Loek de Staar uit de Margot Kade. Frans Gevokt, bezit van stal PD. Bas Kreeb was de trainer. Geweldig gereden door Tom Kooijman. Was genieten, denk ik, of niet? Of is hij lastig? Ja, vandaag niet, gelukkig. Nee, was het allemaal op maat? Ja, het ging perfect. Hij liep heel rustig goed weg. En ik spring er voor mijn neus. Ik kon hem zo omhalen. En ik heb ervan genoten, eerlijk. Dus even kijken naar de trainer, Bas. Blijft een speciaal verhaal, hè, dit dier? Ja, zeker. Ik zei net nog tegen iemand. Ik zei, we hebben hem gekregen voor niks. Hij wint 40.000 euro voor ons. Nee, niet overdrijven. 32.000. Nee, fantastisch. Zo'n fijn beest. Bikkelhard op zijn been. Hoeft weinig aan te gebeuren. Super gereden. Wat dacht je, Tom? Dat past er wel bij? Nou ja, Mies is nog steeds geschorst. Dus ik heb dan vervangende rijders nodig. Ik denk, dit is wel een paard voor Tom. En de koers past natuurlijk helemaal. Ze rijden heel hard. En dan komen ze op een terug en hij loopt wel een kilometer door. Hè. Genoten van het koersje? Enorm. Demolition ook goed? Ook super gelopen. Bij ook super gereden door Dennis. Nee, heel tevreden. Mooi Bas, dankjewel. We gaan Tom herenigen met Bunker Duhamel. En dan gaat Bas Huibers nog even zijn foto maken. Was het de eerste keer voor Bas? Nee. Vaker gereden voor Bas. Derde keer. Wie was? Oh ja, Felicia de Jean-Max, die was ik even vergeten. Monaco ook mee gereden? Gewoon op Wolfgang, op Duinland met zo'n moeilijke Oldenzon bij. Zo is Oldenzon. Heel goed, Tom. Heerlijk, hè? Die jongens eventjes aan het denken zetten. Heel goed winstpercentage. Natuurlijk wist ik dat nog wel, Felicio de Jomax. Maar mooi verhaal. Felicitaties ook aan Kees Olsthoorn, want hij heeft nog altijd zijn deel als verhuurder. En dat hij wat kon lopen, dat wisten we al een hele tijd. Maar dat hij niet gemakkelijk was ook. Hij paste goed bij Tom Kooijman. U kunt in de handen voor de winnaars van de Prix. As de Jacquet. Geweldige winnaar Bunker Duhamel. Tom Kooijman. Gelukkig ook. De start is gevallen. Crystal Sun is goed weg. Galoppaden daar van Davy Magique. Crystal Sun aan de binnenkant. Uitgeschakeld nummer 1. Galop nummer 1. Midden van de baan Demolition Girl. Die gaat op Demolition Course. Die wil naar binnen. Maar aan de buitenkant gaat ook een deelnemer nog harder. En dat deed hij in de kwalificatie ook al. En die pakt de kop. Dat is Dali Deneuve-Klo. Dali Deneuve-Klo heeft de kop. Daarachter op de tweede plaats Demolition Girl, die de tanden even op elkaar zet en denkt, ik kan nog harder.
Dat denkt tenminste Dennis Middema. Demolition Girl denkt daar zelf heel anders over. Aan de buitenkant komt ook Elias al naar voren. Paarden zijn in de rechte lijn voor de tribune. We hebben nog twee ronden te gaan. En de leiding wordt weer overgenomen door Demolition Girl. Daarachter op de tweede plaats ligt Kees Hetteling met Dali Danuf Klo. Opening 1-14-1. Elias blijft aan de buitenkant hangen. Maar dat gaat niet lang meer duren. Want die gaat door naar voren. Crystal Sun ligt daarachter. En daarachter denkt nu Jochen Holtschuh. Daar is mijn ruggetje. En die gaat nu de kop overnemen. Dat is een beetje pech. Holtschuh nu aan de buitenkant zonder vuurveert. Dan gaan de paarden de rechterbocht door. Elias leidt en Elias heeft aardig wat moeten doen om die kop te pakken. Demolition Girl ligt tweede. Derde aan de relingzijde is Dali Danuf Klo. En die wordt nu aan de buitenkant gepasseerd door Holtschuh die naar voren komt. Dat heeft Jaap van Rijn ook gezien. Die kent deze tegenstander heel goed. Die klopte die de laatste keer. En hij laat hem waarschijnlijk gewoon voorbij. Want als Holtschuh naar voren wil, dan gaat hij ook naar voren. Maar dan moet hij wel harder rijden dan dit. Elias hoef je natuurlijk niet terug te nemen. 17-5 de tussentijd. Van Rijn twijfelt. Rijd je nou mee of doe je dat niet? Het is eigenlijk onsportief om nu weer gas te geven. Maar de man aan de buitenkant gaat gewoon niet hard genoeg. Zo gaan de paarden de linkerbocht in. Elias aan de binnenkant. Aan de buitenkant Jochen Holtschuh met Casanova d'Amour. Die geeft nog wat gas bij, maar nog altijd is die Elias niet voorbij. Zolang die voorbenen nog naast het wiel zitten, kun je niet naar binnen. Dit voor de leken onder ons. De paarden komen de rechte lijn voor de tribune in. En Elias aan de binnenkant komt weer terug. Inmiddels is ook naar voren gekomen Find Me. Find Me ligt op plaats 3. En zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune door. En Elias gaat die kop echt niet meer afgeven. Dat doe je nu niet meer. Elias aan de binnenkant, aan de buitenkant Casanova d'Amour. 13-9 de tussentijd. Daarachter Demolition Girl, dan Find Me. Dan Kronos aan de buitenkant. En dan aan de relingzijde Dali Danuf Klo. Zo gaan de paarden een runnersbocht weer in. En we hebben straks nog 800 meter te gaan. En Elias gaat nu definitief afscheid nemen van Casanova d'Amour. Die komt weer terug aan de binnenkant. Elias pakt weer een halve lengte. Casanova d'Amour aan de buitenkant. Dan Demolition Girl. Die wordt al de hele weg gereden alsof het finish is. Maar anders hou je geen aansluiting. En Find Me gaat heel makkelijk mee. Paarden in de rechte lijn overzijde. En Elias krijgt weer een aanval van Casanova d'Amour. Die laat letterlijk het hoofd een beetje hangen. Maar daar hebben we gelukkig een check voor. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. En nou gaat Elias weer binnendoor. 15-8 tussen. Holtschuh heeft vannacht een nachtmerrie met Elias in de hoofdrol. En zo gaan ze de laatste bocht in. Elias leidt. Casanova d'Amour. Binnendoor gaat naar voren Demolition Girl. Buitenkant komt nu Bunker Duhamel. Find Me heeft het moeilijk. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En het is nog altijd Elias die leidt. Elias, als Demolition Girl eruit kan, dan heeft hij een kans. En Holtschuh zal helemaal niet te beroerd zijn om daar een gaatje te maken voor Demolition Girl. Want die is geen vriend meer van Jaap van Rijn. Helemaal aan de buitenkant komt nu Bunker Duhamel. En die gaat hard. Bunker Duhamel in het midden van de baan neemt over. Daar komt Caroline Albers aan de buitenzijde. Gigant van een outsider. Canon de la Douce komt er nog aangevlogen. 16-9 de tussentijd. Maar het is Tommy. Go Tommy! Go, go, go! Bunker Duhamel, Canon de la Douce en fantastisch gelopen Casanova d'Amour. Die verdient een standbeeld. 15-7.